Het ging niet zo soepel, dus nu probeer ik gewoon mensen te gaan helpen die relatieproblemen hebben en die kunnen zich gewoon gaan opgeven. Ja, want die eerste video heb je inderdaad jezelf proberen te helpen. Hoe ging dat? Ja, je zag het, hè? Ja, maar ik wil voor horen van jou hoe je ervan vond. Oh, wat gezellig, jongens! Met z'n tweeën. Heerlijk. Ja, ik vind het wel heel erg leuk dat jullie, uitgerekend jullie, bij mij in biechtok zitten. Want volgens mij hebben jullie wel aardig wat op te biechten, niet? Ja, denk ik wel. Nou, je hebt er zin in, Tim. Ik heb er echt zin. Ik zit echt comfortabel ook. Maar ja, sorry dat het niet wat groter kon, maar het is wel gezellig, weet je. Het bevordert de sfeer. Oké, wij gaan aan de hand van de 7 zondes, we hebben er vandaag 5, jullie eventjes bevragen. Dus laten we beginnen met ijdelheid. Daar zijn jullie wel van, toch? Zeker. Een beetje dure dingen, kapseltje. Jawel, ja. Ja? Daar houden jullie wel van. Ja. Oké, en Tim, wat mij opviel is dat jij een nieuwe tatoeage op je arm hebt. Ja. Die heb je net gezet. Ik heb wel meerdere nieuwe, ook op mijn vingers. Op je vingers, welke staat er op je vingers? Hoop en pre. Oké. En hier heb ik ook nog deze. Ja, want daar stond eerst een andere tatoeage, of niet? Die staat er nog, trouwens. Die staat er nog? Ja. Hoezo heb je daar niet overheen gekleurd? Ja, dat, ik denk dat ik dat binnenkort wel ga doen. Toch wel. Maar je hebt het nu nog even opengelaten. Ja, ik heb het nog even opengelaten. Je weet me nooit. Ja, want wat staat er eigenlijk overheen? Ik zie het hier niet zo zien. Er staat hier. Doe eens even rustig, man. Ik zit ook helemaal zo hier. We komen zo bij woede, jongens. Rustig. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Kijk. Het is een soort veerroos. Ja, hier een roos en hier een veer. Veerroos, oké. Nou goed, wat is de reden dat je niet gelijk over deze naam meteen getatoeëerd? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik wil ook niet direct zo overkomen dat ik het direct ga veranderen. Dus ja. Oké, je doet het in stapjes. In stapjes. Eerste letter. Mensen erop voor. Eerst de eerste letter, dan de tweede, dan de derde. Langzaam. Dat meen je niet. Langzaam, ja. Echt? Ja, denk heb je zo lang nodig om over erheen te komen? Nee, dat ook weer niet. Maar ja, het is wel leuk toch? Ja, nou ja, jij zegt het. Hey, en Quivines, wat is het duurste wat jij ooit hebt gekocht? Ik heb mijn auto. Ja, dat zijn wel dure dingen, hè? Ja. En ben je een beetje bezig met je uiterlijk? Jawel. Ja? Ja? Want hoe lang heb jij voor de spiegel gestaan vanochtend? Best wel lang, ik was vroeg wakker vandaag. Dus ik denk 10 minuten of zo. 10 minuten? Ja. En wat vind je het lelijkst aan jezelf? Ik denk mijn kleine teen of zo, man. Je kleine teen, ja, dat is ook wel echt iets wat we dan weer niet kunnen zien. Ja. Vind ik een beetje laf van je, maar het is oké. We gaan door naar hebzucht. We hadden het net al even over dure dingen. En jij hebt er zelfs een nummer over gemaakt, Louis Vuitton. Dat zijn dure merken waar ik in ieder geval nooit echt iets van heb. Want? Ja, ik weet niet. Ik vind het te duur voor wat je ervoor terugkrijgt. Maar wat, heb jij veel merkkleding? Jawel. Ja. Dus in dat opzicht ben je niet echt, zeg maar, bang om veel geld uit te geven? Nee, het hoeft ook niet overdreven te zijn, maar je mag wel een beetje wat hebben, toch? Ja, nee, dat klopt. En Tim, hoe zit het met jou? Want volgens mij heb jij best wel lekker verdiend met je YouTube-kanaal. Mm. Ben jij ook dan echt veel aan het spenden? Jawel. Eerste maanden denk ik wel, maar daarna denk je van ja, het is wel een beetje zonde als je alleen maar geld uitgeeft aan dure kleren. Ja, nee, dat klopt. En jouw YouTube-kanaal, hoeveel is dat eigenlijk waard? Ik zou het echt niet weten. Hoeveel denk je dat het waard is? Ja, ik zat, me dat eens af te vragen, want ik hoorde van iemand op de redactie, in ieder geval die kreeg een berichtje van jou. Ja, dat ik wou stoppen, ja. Ja, dat je wou stoppen, inderdaad. Dat was eigenlijk een grap. Ik wou kijken welke mensen gingen reageren. Je wou kijken welke mensen gingen. Ja, ik zou het bericht even bijpakken. Je zei, na 2 jaar uitbuiting en leuk YouTube te hebben gemaakt, heb ik besloten om het achter me te laten. Ik ga voor iets anders in mijn leven. Dat was een massabericht. En heb besloten om mijn YouTube kanaal te verkopen. Oh, dit wist ik even niet, hè? 390.000 abonnees. Ik denk dat ik op dat moment dronken was of zo. Ja? Ik weet niet op welk moment je dit verstuurde, maar ik vond het wel een frappant bericht. Ik denk, hoezo ga je dat ding verkopen, joh? Ik had een massabericht gemaakt en het was meer een soort van een grap. Ik wil kijken wie allemaal ging reageren. En hebben de mensen gereageerd? Nee, een beetje alleen maar onzin mensen. Dus ja. Oké, dus niemand wilde je YouTube-kanaal komen? Hoe komt dat nou? Waarom wil niemand jouw kanaal hebben? Ik weet niet, niemand wil investeren erin blijkbaar. Wil jij erin investeren? Ik wel, ja. Ja, want je hebt dit dan eruit gegooid, kijken wie er reageert. En als iemand nou had gezegd, nou goed, ik bied je zo en zo veel geld, zou je het dan hebben verkocht? Ik weet het niet, denk het niet. Nee. Ik vind het gewoon sowieso nog leuk om het gewoon te gaan doen. En ik bedoel, er zijn altijd nieuwe kansen in de toekomst. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, want jij bent bezig. Laten we even naar Lust gaan, want dat is een leuk bruggetje. Met een nieuw vormmatje. All you need is Tim. Toch? Wat zitten jullie te lachen?
Ja, ik krijg dat allemaal niet mee hier. Ik zit gewoon echt lekker. Ja, oké, okay, vertel eens even. Ja, want Oye niet is Tim. Wat is de reden dat je denkt, nee, weet je, de mensen hebben mij nodig? Ik bedoel, sowieso had ik eerst mezelf nodig in aflevering 1. Alleen, het ging niet zo soepel. Dus nu probeer ik gewoon mensen te gaan helpen die relatieproblemen hebben. En die kunnen zich gewoon gaan opgeven. Ja, want die eerste video heb je inderdaad jezelf proberen te helpen. Hoe ging dat? Ja, je zag het, hè? Ja, maar ik wil voor horen van jou hoe je ervan van vond. Het ging niet super goed. Maar ik heb wel mijn gedicht volgelezen, daar was ik blij om. Ja. Daar ging het om. En is dit nou de meest tactvolle manier om zoiets aan te pakken? Nee, ik zal het niet in je eigen leven denk ik gaan doen. Als je als je extra wil winnen. Maar dat was ook niet de bedoeling, dus ja. Nee, want wat was dan de bedoeling? Meer gewoon mijn verhaal ook laten horen aan de kijkers. Want zij had ook iets gemaakt, dus ik dacht bij mezelf van ik ga ook gewoon reageren, alleen dan op mijn manier. En ik denk dat een diss track niet zo handig was vanuit mijn kant. Dus ik had de oorschade van sommige mensen bespaard. Dus je hebt even een gedichtje getypt. Dus ik had een gedichtje getypt. Ja, ja, dat was een heel erg poëtisch gedichtje, moet ik zeggen. Ik vond het wel mooi. Ja. Dat was echt heel diepgaand. Het was nee, heel want diep. Op mij kwam het een beetje over, is dat je eigenlijk gewoon erheen ging om even views te pakken en aandacht te vragen voor je serie. Ja, dat sowieso ook. Ik bedoel, je gaat daar niet heen om 1000 views te krijgen, toch? Ik bedoel, het is wel een beetje de bedoeling om gewoon erop in te gaan, aangezien zij ook een liedje had gemaakt. Dus ja, oké, okay, want je wijst nu heel erg naar haar, van zij heeft dat gedaan, dus wil ik haar terugpakken. Wanneer houdt het dan ooit op? Ja, dat weten we niet. Nee? Nee, het lijkt, lijkt wel een beetje als pranks van vroeger. Alleen dan echt. Ja, dus dat maakt het eigenlijk wel weer een beetje dat sad lijkt, ook dat zo. Lijkt alleen maar spannender, toch? Ja. Oké, okay, maar je bent dus niet bereid om de strijdbel te begraven? Je blijft gewoon doorgaan? Nee, ja, ik weet niet. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon denk ik laten. En ik denk dat na deze video het denk ik wel is gebeurd. Dat het gewoon footsie moet achterlaten, ja. Ja, want Kwaivaans, jij kent Famke ook. Je hebt ook aardig vaak bemiddeld volgens mij in de tijd dat jullie nog YouTube-video's maakten. Ja, klopt. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat vind jij ervan dat Tim op pad is geweest naar Famke? Ja, kijk het gewoon. Ik wist het niet eens, hè? Ik ben niks verteld, hè? Helemaal niks? Nee. Dus hallo. Ik zag het ook, maar hij zei van ja, er komt wel een video online, dit, dat. Maar ik wist niet waar het over ging. Toen lag ik zo in mijn bed. Krijg ik in één keer zo'n, wat hij noemt, zo'n massabericht. En dan zie ik in één keer aflevering 1, Oye niet is Tim, ja. Femke Louise, toen ging ik het kijken. Toen dacht ik, Jezus. Ja, toen ging ik wel even lachen toen ik dat allemaal zag. Ja. En wat dacht je na Jezus? Dacht je van, wat leuk of? Ja, nou, ja, weet je, het is, kijk, ik ken ze persoonlijk, dus ik ging wel even lachen, weet je, hoe dat allemaal. Er kwamen even een paar herinneringen van vroeger op en zo. Toen dacht ik van, ja, oké. Okay, dus. Herinneringen maar ja, van vroeger? Ik kijk het van een afstand. Ja, dat is ook zo. Mm. Dan gaan we nu door naar de categorie woede. Oh. Hey, want jullie zijn vrienden, al 4,5 jaar is mij verteld. Ja, 22 oktober. 22 oktober, jullie hebben zelfs een datum. Ja. Hebben jullie ook wel eens echte ruzie gehad? Want jullie ook wel vaak een soort van nepruzie gehad voor film. Ja. Maar hebben jullie ook wel eens echt slaande ruzie gehad? Nee, slaande ruzie, maar wel... Wel gewoon ruzie, ja. Wel ruzie dat ik even door... Ik van ja, laat me maar even je nummer op Instagram zetten. Ja, nee, joh. Ja, dat soort dingetjes hebben we nooit gedaan, ja. Maar dat is ook waar jullie dan mee dreigen, weet je wel. Deze jonge man hier heb ik misschien 4 keer mijn telefoonnummer moeten veranderen. Ja, maar hoef was gewoon niet. Echt? Ja, die dacht gewoon van ja, dan... Soms antwoordt hij niet, gewoon 2 dagen. Maar dat was echt way back, hoor. Dat was echt het begin van ons deel van domme dingen. Hoor. Maar kunnen jullie dan niet inhouden of zo? Wat triggert het dan? Ja, maar dat was heel makkelijk. Gewoon van ja, als je niet... Dan gooi ik gewoon even je nummer en dan... Ja. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gedaan. Jij? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is meer iets voor jullie dan. Nee, joh. Oh. Gooi je nummer, wat is dat iemand? Dat is lachen. Raar. Dat is ook alleen maar onhandig, want dan wil je sorry zeggen en dan is het zo kut. Moet je weer een nieuwe, ja. Anyway, we gaan door naar de laatste categorie, dat is jaloezie. En op wie zijn jullie nou echt jaloers? Ik weet niet. Ik heb niet echt iemand dat ik op jaloers ben. Niemand? Nee. Helemaal niemand? Nee. Je hebt wel misschien iets van, misschien dat wil, zou ik ook, maar niet van dat je er jaloers van wordt. Niet. Zijn niet jaloers aangelegd? Nee, niet echt. Nee, niet echt op mensen of zoiets, wat ik ook wil worden of zijn, nee. Oké, okay, ook niet op het feit dat de ene, weet ik veel, een gouden plaat fixt en de ander niet. Dat je denkt, fuck, had ik dat nou maar gedaan? Of... Nee, niet eens. Iedereen heeft zijn eigen succes, toch? Ja. Nou, jullie zijn zo bescheiden. Dat had ik echt niet verwacht. Ik moet zeggen, jullie zijn wel een beetje stiller dan net. Wie wij? Ik was niet druk. Hij is stiller. Hij? Nee, jullie zijn allebei stiller. Ik kan hier net zitten. Ik kan ook de hele uitzending vol lullen, maar ik denk dat we daar niet echt... Nou, dan gaan we maar snel uit de video. Vond je dit nou een leuke video? Dat zou heel goed kunnen. Ik vond hem zelf ook te gek, ik zeg het je eerlijk. Hier kun je een andere video bekijken, dus doe dat vooral. Of abonneer op ons kanaal. Dat kan door jezelf keihard in je gezicht te slaan. Of hieronder op de abonneerbutton te drukken. Doe dat. Succes. Je kan het. Groetjes vanuit de club. Club Hub.